Labels zijn de bukrappers die beter bij het profiel aansluiten. Luister, welke wc net mijn voorouders pissen en struiken. Ik noem het normaal, je noemt het wild plassen. 036 Savage, wil ik alles. Buk tada, buk, buk tada. Buk tada, buk, buk tada. Praat niet terug, buk maar, jantje. Buk tada, buk, buk tada. In Frankrijk protesteren ze. Wij zijn corrupt en toch bukken. Je wilt niet forceren, maar je wilt wel alles, hoe ga je dat combineren? Je wilt zoveel, dus hoe ga je dat combineren? Zo geheel. Yo, het enige wat ze spitten is hele cash, fuck de kerst. Draai een Sven, draai een Benz, kijk die swag, drip. Kom op man, zet het fire in die raps. Ik weet nog uitgaan, vroeger draaiden ze altijd Rihanna in die tent. En een keertje is leuk, Umbrella, Ella, Ella. Maar vijf keer op een avond? Damn, nu zie je de kracht van een marketing chat. Connecties staan in de krantclip in Dubai. Denk ik wil geen beef creëren tussen mijn blanke guys. Maar mijn volk helpen verder te komen in deze maatschappij. Als mij, pak nu ook movie roles. Straks noem je me J. Leonardo DiCaprio. Kill, al ben ik de kill die om de hoek staat, ben ik al de hoofdrol. Hip-hop is een topsport, echt grof. En hoe ga ik met de haters om? Ik ga er niet mee om. Kijk maar IG, YouTube comments, haters gaan los. Rij gek en gesopt. No, buk, tada, buk, buk, tada. Buk, tada, buk, buk, tada. Praat niet terug, buk maar, jantje. Buk, tada, buk, buk, tada. In Frankrijk protesteren ze. Wij zijn corrupt en toch bukken. Je wilt niet forceren, maar je wilt wel alles, hoe ga je dat combineren? Je wilt zoveel, dus hoe ga je dat combineren? Zo geheel. Er zijn gasten die alle kansen missen. Echt sukkels, maar ze komen er alsnog tussen. Jong mensen hebben behoefte aan structuur en regelmaat. Doen wat er van ze wordt gevraagd. Dus als je naar die doorsnee radio playlist luistert, heb je geen smaak. Ja, sorry, je vindt het makkelijker naar Albert Heijn te gaan. Maar de kleine ondernemer met beter producten, jouw lichaam lijkt eraan. Je denkt Telly is maar een functioneel apparaat. Wat is daar leuk aan? Nou, iedereen van 14 tot 40 is verslaafd. Ze zeggen ze zijn geen rolmodel, yo man, what the fuck. Mensen zijn schapen en ze zoeken leiderschap. Als rapper A zegt het het grootste probleem van Nederland is Pieter Zwart. Geloof in dat of dat dure kleding is wat succesvolle mannen dragen. Dus ik snap die Shank hype en Shen open. Coole songs, maar bloed van 15-jarige boys wat je op je hand hebt stak. Sketch your body, vangen lijf in die beef als niet is belangrijk. Maak een clip, ik maak hem dik. Haters met een stijve pik, alsof ik ze wil hard maken. Laat mij met rust, ik ben de beste, ik kan het hard maken. Hoort het. Ik denk niet dat ik stem op poes zoek, denk ik meneer de loezoen. Als je gelooft wat je bent geleerd, geïndoctrineerd, haat je geert, dan ben je niet goed geïnformeerd. Soms heb je iemand nodig die hanteert. En dat we dan maar voor een betere wereld tot comments over allochtonen incasseren. En Rutte, laat jij en al me even rusten. Geen internetpieps, ik ben een business aan het runnen. Mensen gefrustreerd, want ik doe wat ze niet durven. Jullie trappen naar beneden, terwijl je naar boven likt. Ik ben op de hoogte en diezelfde haters zijn chronisch op niks. Buk tada, buk, buk tada. Buk tada, buk, buk tada. Praat niet terug, buk maar, Jantje. Buk tada, buk, buk tada. In Frankrijk protesteren ze. Wij zijn corrupt en toch bukken. Doe niet zo suf, het is duidelijk als de rap goed is. Het is duidelijk op de maat en je zegt dan alsnog te slecht, dat is haat. Het leukste vind ik die haters die in zin beginnen met geen haat maar. En als een grote label menu komt zijn, dan gaan ze allemaal pijpen, buk maar. Ja man, weet je, we moeten ons verzetten, we moeten vechten man. Nederland ligt echt op de spoedeisende hulp, zo moet je het zien. Dus ga AUB stemmen, voor kun je boeren wegjagen. Straks hebben we niks te eten man, weet je wat zit hier achter man. In die Syrië is dan rond Syrië niks leeg. Valt daar wat te halen of zo, grondstoffen of zo. Je steunt zo mensen handen. Hoe komen die mensen hier uit? Het is ook wel grappig hoe je twee perspectieven van Nederland creëert. Want voor ons heb je woningtekort, we moeten alles afstaan. Aan de ene kant is gelijk iPhones, wasmachine, osso's. Totdat ze ineens als goedkope arbeid worden ingezet. Of wat er ook achter zit, wat er ook achter schuilt. De addition, het gas, gaan we nog wel achterkomen. Weet je, links is best wel, ze praten overal mee, maar ze zijn best wel transparant eigenlijk hoor. Ik bedoel, ze geven echt wel duidelijk aan wat hun bedoelingen zijn. Dus waarom trappen mensen daar nog in? Waarom stemmen mensen daar nog op? Ik denk niet dat ze zitten te ontkennen van ja, iedereen moet elektrisch rijden. En al die shit, weet je. Ze draaien er niet omheen. Dus ja, stem dan maar op die zogenaamde racist. Laten we maar die beledigingen richting buitenlanders incasseren. Voor een beter Nederland. Want de elite wil ons allemaal uitroeien. Links wil ons allemaal kapot maken. Weet je, wij bukken maar, snap je? Wie doet niet aan online bankieren? Bijvoorbeeld, kijk hoeveel macht we de banken hebben gegeven. Laat bankiers bankier zijn. Of geen bank. De telefoon is geen bank. Is om te telefoneren. Hoeft niet de hele dag te bankieren. En nu moeten wij betalen om ons geld te lenen. 0% rente. Dus jij gaat naar de AH. Zegt hier 20 euro, maak geen boodschappen. Met klimaat, man, het gaat weer om doel verdienen op de burger. Want wij moeten maatregelen. Maar de grootste vervuilers, de industrie, die moeten niet verminderen. Ze gaan niet minder iPhones maken.